We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Gedurende de avond en nacht zal het droog weerbeeld dominant zijn. Aan het einde van de nacht ontwikkelt zich op enkele plaatsen mogelijk nevel, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen, vrijdag 27 oktober, blijft het voornamelijk droog. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 38 graden Celsius.